De kern van het programma is dat wij nieuw leiderschap willen ontwikkelen bij bestaande zittende mensen. Dus wij hebben een 40-tal mensen bereid gevonden om te participeren, om eigenlijk op te leiden voor nieuwe sturende plekken in de organisatie, cruciale functies. We willen dat doen door eigen mensen op te leiden, zodat we niet altijd naar buiten, naar de arbeidsmarkt hoeven om mensen te zoeken voor die cruciale functies. Het programma bestaat uit 8 modules die heel divers zijn. Die modules die zijn eigenlijk rond de kunst van leiderschap geclusterd rond 3 thema's eigenlijk. Eentje is weet ik wat er moet veranderen, dus ken ik mijn context. De andere is van nou, als ik die context nou ken, hoe kan ik die nou van toepassing laten zijn op de provincie? En doen we dan met elkaar als provincie nog de goede dingen? En de derde is van hoe kan ik daar zelf nu als deelnemer in dit programma dingen in veranderen en een bijdrage aan leveren. Ja, er is bewust gekozen wat heel belangrijk is, de omgeving van de provincie die verandert heel erg. En om in een veranderde omgeving effectief te kunnen opereren, moet je echt vanuit verschillende perspectieven naar je omgeving en naar jezelf kunnen kijken. Ik zie het echt zo dat wij als groep, als 40 mensen die dit programma gevolgd hebben, dat wij dadelijk in verschillende onderdelen van de organisatie echt een rol van betekenis kunnen spelen om de directie, management te helpen om de organisatie in een bepaalde richting te bewegen. Een aantal dingen moeten de deelnemers meenemen van de cursus. Enerzijds werken ze aan een heel praktisch, strategisch belangrijk project voor de provincie Limburg, waarin ze elementen die ze leren gedurende de cursus, zowel over de context als ook over zichzelf, in terug laten komen. Dus eigenlijk aan het einde van deze cursus hebben ze daar een resultaat op wat ze presenteren. En voor zichzelf hebben ze inzicht gekregen in van nou, wat betekent het voor hun nu zelf om in een veranderde context effectief te kunnen opereren? Hoe kunnen ze daar als collectief wat mee doen? Dus welke kennis missen ze, maar ook welke competenties, welke attitude hebben ze daarvoor nodig? Dus kijken eigenlijk op het individuele niveau, op het teamniveau, op het organisatieniveau en ook naar de bredere maatschappij waarin de provincie opereert. Als je voor dit soort trajecten, die zo principieel zijn eigenlijk voor het leiderschap in je eigen organisatie, dan is een persoonlijke klik heel belangrijk. En dan gaat het erom dat je heel veel vertrouwen hebt in de mensen die je daarmee helpen. En heel eerlijk gezegd, Marielle Heiltjes, Sylvie Vonk en collega's, wij kenden ze al vanuit andere programma's. De Brightlands Excellence programma's bijvoorbeeld. En daar was een klik, daar hadden wij veel vertrouwen in en daarom hebben wij voor Umeo gekozen. Ja, de samenwerking die bevalt eigenlijk nog steeds fantastisch. Ik moet zeggen, het is ook echt co-productie. Het is niet zozeer dat wij een bureau inhuren die vervolgens een mooi programma uitrollen. We doen het echt samen en we bellen veel, we hebben veel contact en we hebben zelf ook ideeën. En ik moet zeggen, de leiding van het programma is ontzettend flexibel om ook steeds weer onze oprispingen een plek te geven in het programma. Wij hebben daar ook altijd heel uitdrukkelijk eigen ideeën over. En ik merk steeds dat die zich nog weer versterken als we dat dan samen vormgeven in het programma. En daar ben ik heel content over en dat loopt hartstikke goed.